What? Oh! Goed dat je weer kijkt naar Koning FIFA. Ik ga weer een nieuwe battle spelen. En dit keer tegen een spits van AZ. Die zit hier meestal niet op de bank. Hij doet het hartstikke goed dit seizoen. Hij staat altijd in de basis. Scoort veel. Ik ga zo spelen tegen Vincent Janssen. En over FIFA gesproken, Vincent Janssen zat gewoon in het team van de week. Gewoon in vorm Vincent Janssen kun je in FIFA krijgen. Hoe vet ja, is dat? Ja, dat was heel gaaf. Super, super om mee te maken. Ja, sowieso lijkt me al lachen dat je gewoon jezelf in één keer in FIFA hebt. Dat is het eerste jaar denk ik of niet? Ja, eerste jaar. Ja, dat is leuk. En dan meteen even team van de week halen met Ultimate Team. Ik vind het geweldig. Wat we in elk geval gaan doen, we gaan een potje tafeltennissen tot 5. Ja. En als je me daarmee pakt, elk punt verschil dat je van mij wint. Dus als jij 5-2 wint, mag ik mijn 3 beste spelers niet opstellen. Afgesproken. Ja? Afgesproken. Top. Goed, succes. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. That is a really great example of a horrible idea. Oei, dat is 1. Tenminste, 1-0. Come on. Oh, dit is veel te vaak dit. Drie. Kom op. 4. Oh mijn god, dat had niet zo gaan gebeuren. Mijn vijf beste spelers. Maakt niet eens uit welke club ik pak. Dan, Ja, ja. Oh. Zo snel ook, niet eens één lange rally. I can make that dream come true to AKA for you. Hey Vincent, eerste spits van AZ. In de basis? Ja. 69. Ja, ik had laatst die inform gezien en toen stond ik toch op 73. Ja, dat is toch wel even een verschilletje hier. Ja. Ja. Hey, je bent snel en sterk, hè? Met een 73 punten snel, dat is prima gewoon. Ja, dat is waar. Dat is waar. Of moeten de dingen anders? Nou, ja, lenigheid mag wel iets aan doen. Moet jij daaraan werken of moet IE daaraan werken? IE moet daar. Oké. Daaraan werken. Maar ik ben gewoon een echte goalgetter, hè? Schotkracht ja. 80. Power. Hoe oud ben jij? 21. Jongens. Of ben je inmiddels 22? Nee, ik ben nog 21. 21. Man, man. Ja. Valt er verder altijd zeggen? Klopt wel. Dekking 19, dat is een verdediger. Ja, nee, dat is niet mijn ding. Nee. Goed, hey, ik ben heel benieuwd naar hoe je speelt in FIFA, dus laten we gewoon de pot gaan beginnen. Kom maar op. Hey, met deze 11 zou ik willen spelen. Ja. Maar goed, 5 van de 11, of ja, misschien ja. Zeg je wel die wisselspeler mag je niet nemen, mag ook. Maar 5 mogen mijn selectie verlaten. Doe maar Boateng. Dan ook graag Robben natuurlijk. Robben. De Costa ook maar gelijk dan. De Costa ook buiten de selectie natuurlijk. Alaba. Daar was ik al bang voor. En ik denk dan dat jij ook al wel weet wie ik dan nog ga kiezen. Ik denk Vidal, maar... Ik denk of Neuer. Neuer, ja. Slim. Ja, heel slim. Heel slim. You are a mean girl! Nou, als je net zo on fire bent als dit seizoen in de Eredivisie, dan ga je inderdaad winnen. Maar ik kan je verzekeren, ik ga je echt heel veel weerstand bieden. Je gaat geen hat-trickje maken en dat is echt pijn. Dat zit er echt niet in. Succes. Jij ook. Lewandowski. Schijt hem aan, niks aan de handje. Nu al een vrije trap. En daar heb ik natuurlijk Alonso voor. Kijk hem met die keeper bewegen, het is niet te geloven. Ik speel hier met Bayern, maar wat een Duitser. Ongelooflijk. Wow. Lewandowski. Oh, dat had het moeten zijn, jongens. Ga nou. Tuurlijk, jongens. Vidal, dan gaat hij terugleggen en dan moet het 1-0 zijn. Lewandowski, doe het! Wat een kansen! Nee, Vincent, niet. Ook zonder Robben, zonder Alaba, het maakt allemaal niet uit. Ja. Die keeper heb ik nog niet eens gezien. Onraaiig, hoe wordt die? Nog en niet, nu, maar komt goed. Ja, we blijven lopen. Heel geteel schiet. Oh! Oh! Ja, inderdaad, deze keeper heeft geen antwoord op geweest. Wat een geluk zeg! Dus ook aan jou vraag Messi of Ronaldo? Ja, Messi wel beter. Ik ben voor Ronaldo. Oké. Scheid! Dat vind ik een mooi antwoord wel. Lewandowski. Nooit. Müller, tuurlijk. Lange hoek dan maar. Müller! Oh, dat zijn afstandsschoten! Jongen. Ja, het kan nog 3-1 worden, maar...
beast. Dit is veel te makkelijk hier. Oh, wat slecht verdedigd. Yes! Wat slecht verdedigd. Yes! Ongelooflijk slecht verdedigd. Wat een drama. Kunnen jullie eruit knippen, jongens? Even door. Ongeluk niet meegenomen in de montage. Scheids! Het gaat ook zo'n mekkeraar. Ja, kom op. En dan Thiago, doe het ook maar eens. Thiago! Tuurlijk, man. Als je daar Oerij had gehad, dan zat hij ook gewoon. Shit, man. Scheids! Oh! Wat een verontwaardiging. Geel nog voor Isco. Wegens aanmerkingen op de leiding, denk ik. Ik denk dat een fluitconcertje wordt zometeen bij rust voor jou, want... Denk je dat? De supporters zijn niet aan het genieten, hoor. Ze missen Arjen. Zo scheids, dit wordt ook nog een kaartje, mag ik hopen. Wat is dit nou weer voor een gezeik? Oh, natuurlijk, Kero, man! Cornertje, is dat mijn keeper nog aan? Ja. Oh, oh, kom hier goed weg, zeg. Ai, 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 ai. Oh, oh, oh. En Vincent, eerste helft? Ja, volgens mij ben jij goed weggekomen. Nou, volgens mij ook wel. Ik heb niet heel veel op in te brengen, eigenlijk. Oh, 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 oh. Je kan toch niet? Niet te doen dit. Ongelooflijk. Oh! Nee, dat meen je niet! Maak een autootje, jongens. Oi, 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 oi. Geen houden aan. Geen houden aan. Nee, nee, nee. Finny, man. Goeie fase van Bayern. Het is hier muisstil en het komt vooral omdat ik geen woord zeg. Omdat ik hier gewoon heel erg veel moeite heb met Vincent Janssen. Het is nu even tijd om te praten. Ik vond het wel weer lekker aan voor de tweede in korte tijd, denk ik. Dat was een mooie goal. Dankjewel. Man, 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 man. Ik heb echt even mijn focus nodig. En dat gebeurt niet zo vaak tegen jullie voetballers. Ik moet zeggen dat jullie bij AZ hier allemaal aardig goed zijn. Je hebt me ook al tegen Tankovic en Hendriksen zien spelen. En dat was ook allemaal hartstikke close. Hak over de sloot, hè? Hak over de slootwerk, ja. Heerlijk naam, hé. Kun je dat nou laten gebeuren? Scheiße! Heerlijke tackle, man! Oh. Dat moet je ook zien, joh! Je moet je voor applaudisseren, Vincent! Schitterende tackle, joh. Scheids? Nu wel dan, toch? Kunnen we misschien United maken hoe vaak Vincent Janssen al scheids heeft gezegd deze wedstrijd? Scheids, man. Niks aan de hand, joh. Nu al een vrije trap. Scheids! Scheids! Laat het gebeuren. Scheids! Heerlijke tackle, man. Scheids? Dan heb je er weer één, hoor. Gewoon maar erin, hoor. Ja, natuurlijk. Die keeper heeft hem toch niet. Gutsen, houd tegen. Schitterend, die keeper. Wat een baas. Oh, 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 oh. Wat kom je weer goed weg, zeg je. Jongen, hier kan ik toch niks aan doen? Oh. Hier kan ik goed weg. Oh. Ah, je bent er nog niet, jongen. Spijt me. Zie je die schoon? Ja, ik zag het. Ik klik snel door. Ja, dat dacht ik al. Gutsen natuurlijk. Kijk dan, man. Ik klik nee! 2 seconden ervoor. Nee! Andere kant op dan net ook! Zo. Pak je de keeper weer? Slim. Vidal. Dat hoort hem. Vidal! Oeh. Hij is warm, hè? Die Casilla. Nee, hij is koud trouwens, want hij heeft niet zoveel te doen. Nee, leuk dit. Leuk. Ik denk dat je nog een kaartje krijgt. Van de kaart. Yes! Ja, ja. Wat doet hij? Ik wist dat hij ging chippen! Ik blijf nog staan! Yes!
Oh, Vinny. Ik kan me gewoon nog fucking goed weg. Maar ja, dramatisch. Dramatisch. Gefeliciteerd, man. Dankjewel. Goed gespeeld. Gefeliciteerd, jongen. Ik wil je heel graag uitnodigen voor een revanche. Gefeliciteerd, je hebt het verdiend. Dankjewel. Je hebt echt veel kans gecreëerd, veel meer dan ik. Dus dat zeg ik er heel eerlijk bij. Dank je. Gefeliciteerd. Jongens, ik druip af. Vond je een leuke video? Ben je fan van Vincent? Like deze video natuurlijk. Abonneer op Koning FIFA natuurlijk. Doe dat. Want er zijn heel veel video's waarin ik laat zien dat ik de baas ben. Vandaag even niet. En Vincent, ik ga je echt nog een keertje heel, heel hard terugpakken. Dat is goed. Ben ik klaar voor. En dat tafeltennis ga ik ook niet meer doen. Ik mis Arjen Robben. Jongens, adios. Doei.